Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zaterdag 18 november. Er is vrij veel bewolking boven Nederland en vanuit het noorden trekken ook een aantal buien over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het noorden ook weer wat droger en klaart het wat op. De temperatuur die ligt tussen de 6 en de 8 graden vanochtend. Verder waait er een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen, die aan zee vanmiddag af en toe hard kan zijn. Ook dan valt er dus lokaal een bui, maar vanuit het noorden breekt wel af en toe de zon door. Vanavond klaart het verder op en in het binnenland koelt het af naar zo'n 3 tot 4 graden. Ook neemt de wind af. Die wordt overwegend matig uit het westen tot noordwesten. Morgenochtend trekt de wind juist weer aan in het Waddengebied. Het kan dan even hard tot stormachtig waaien. Verder vallen er met name in de kustprovincies weer een paar buien overdag. De temperatuur ligt tussen de 8 en de 9 graden bij een matige wind bovenland. Maandag gaat het geruime tijd regenen. Smiddags is het zo'n 7 tot 10 graden, maar in de loop van de middag en in de avond wordt het nog wat warmer. Ook dinsdag en woensdag is het vrij wisselvallig weer, maar dan is er wel weer wat vaker zon. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zaterdag.